Afgelopen weekend kwam een testbus de gedetineerden en personeelsleden testen op corona. 33 gedetineerden blijken nu positief getest te hebben. Dat is heel verontrustend op een totale populatie van ongeveer 370, 380 gedetineerden. Zeker omdat de resultaten nog niet definitief zijn, verwacht men natuurlijk nog iets negatievere cijfers. Ja. De directie besloot deze voormiddag om in lockdown te gaan. Veel te laat, vinden ze bij de Socialistische Vakbond. Die vroeg de directie vorige week al om gedetineerden niet langer in niet-essentiële werkhuizen aan het werk te zetten. Daarnaast zou de directie ook de mondmaskerplicht in de wandelplaats niet ernstig genomen hebben. Dat sommige gedetineerden er geen droegen, werd door de directie gedoogd. De Socialistische Vakbond trok dan maar naar het hoofdbestuur. Daarop is toen beslist om de niet-essentiële werkhuizen te sluiten. We hebben jammer genoeg moeten vaststellen dat tot op vandaag er nog steeds 40 gedetineerden te werk gesteld waren in niet-essentiële werkhuizen. Ja, en op die manier dat ze eigenzinnig te werk gaan, toch wel met het leven en de gezondheid van onze gedetineerden en personeel aan het spelen zijn. De woordvoerder van het gevangeniswezen reageert voorlopig niet op de manier waarop de directie de uitbraak aanpakte. Maar bevestigt wel dat er vandaag werd aangestuurd op een volledige lockdown van de Gentse gevangenis. Of een lockdown de onrust in de gevangenis zal wegnemen, is nog maar de vraag. De cipiers kregen onlangs te horen dat ze voorrang krijgen bij de vaccinatie. Maar die beslissing zorgt dan weer voor spanningen met de gedetineerden, die nog even zullen moeten wachten op hun spuitje. Maar onze vraag was ook om onze gedetineerden te gaan inenten. Men argumenteert dat dit de laatste collectieve instellingen zijn in Vlaanderen die nog moesten ingeënt worden. Ik stel mij dan de vraag waarom dat men dan maar een deel van de bewoners, werkers, iedereen die te maken heeft met de gevangenis, waarom dan maar een deel van die personen gaat inenten.